Ja, dat waren nog eens tijden toen er geen corona was en studenten nog gewoon naar de campus-Woudestein van de Erasmus-Universiteit konden komen. Hoe anders is dat nu? Ook al is de campus sinds 15 juni niet meer helemaal dicht. Ik miste de campus. Ik denk dat veel meer mensen dat hebben, omdat de campus ook echt een sociale gemeenschap huisvest. En zo kregen studenten het idee om het universiteitscomplex virtueel na te bouwen met behulp van het computerspel Minecraft. En tot vreugde van de universiteit. We zijn hartstikke blij omdat we tijdens de coronacrisis ook gemerkt hebben dat veel studenten behoefte hadden om op de campus te komen. En via deze applicatie kunnen ze dus ook elkaar weer ontmoeten. En ik denk dat dat heel goed is, hoe het ontworpen is. Gelukkig. Uh... ...heeft Google Street View ons heel veel geholpen daarin. Uh, en zijn de afmetingen binnen het spel uh, makkelijk te herleiden naar, naar de echte wereld. Uh, het is allemaal één bij één. En daardoor hebben we een schaal van één tot één uh, kunnen creëren. Leuk voor de huidige studenten die elkaar in de campus missen. Maar ook handig voor toekomstige en internationale studenten. Die kunnen alvast op afstand kennis maken met het complex. Want het virtuele ronddwalen voelt levensecht, vindt Darnell. Zeker. Als ik hier zo op de instituut sta, dan denk ik wel van ja, dit is campuswaardij. Krijg je er ook studiepunten voor voor dit werk? Nee, dat dan weer niet. <laughs> maar het geeft me wel veel voldoening. Meer over dit project is te vinden op www.virtualerasmus.com.